Deze zomermaanden staan weer in het teken van zomerlezen. Ik had dit jaar de eer om het zomerlezen geschenk samen te stellen. Dat is deze bundel. Tadaa! Zomerlezen is ook het perfecte moment om weer eens wat boeken erbij te pakken. Bijvoorbeeld in de tuin, in het park of aan het strand. Of natuurlijk in de trein. Vandaag pak ik de trein met Jonas Kooijman. Je kan hem ook wel kennen van zijn platform Havermelk Elite, waarbij hij met een fikse knipoog en een goede dosis ironie de randstedelijke trends beschrijft. Hij gaat ook binnenkort een boek uitbrengen. Ik ben benieuwd naar zijn tips. Nou, Jonas, oké, nog één keer. Die Havermelk Elite, wat verstaan we nou precies op? Met de Havermelk Elite bedoel ik een nieuwe elite in de stad. Je kunt ze eigenlijk zien als de juppen van deze tijd. Het zijn jonge randstedelingen die heel erg bezig zijn met horeca, sportklasjes, hun goede banen. Ze drinken natuurwijn, ze eten heel duur zuurdesembrood, ze rijden rond op een e-bike. En deze groep drinkt dus koffie met plantaardige melk, vandaar de naam Havermelk Elite. En toen ben ik er een Instagram-platform van begonnen en een eigen nieuwsbrief. En ik heb het de Havermelk Elite genoemd. En ja, sindsdien is het echt een begrip geworden van de havermelkelite in de stad. Welke inzendingen zijn nog steeds jou bijgebleven van nou, dit gaat zo ver, het is zo idioot of heel grappig? Waar ik zelf altijd heel erg op moet lachen is een soort van de obsessie met designer huisdieren. Omdat die zo goed bij hun interieur past. En dan vieren ze ook de verjaardag van die kat of hond en dan halen ze puppuccino voor die hond. En ja, dat moet allemaal heel groot gevierd worden. Ik ben echt een lezer. Lees je de trein ook graag? Is dat ook een goede setting voor jou? Nou, het grappige is, als student heb ik een tijd in New York gewoond. En toen heb ik daar aangeleerd om in de metro altijd een boek mee te nemen. En sindsdien probeer ik ook altijd een boek mee te nemen als ik een langere treinrit heb, ook gewoon in Nederland. Ik zie het ook als een soort medicijn tegen de complete overprikkeling van dat havermelk elite leven. Oké, je hebt wat tips. Vertel, wat mogen we gaan lezen? Ja. Nou, om te beginnen heb ik een heel juicy boek voor deze zomer. Oké, perfect. Wat gaan we deze zomer lezen? Het heet De Gast van Emma Klein. Het is echt net verschenen. Het gaat over het leven van een 22-jarige vrouw die het helemaal voor elkaar heeft. Ze is net ingetrokken bij haar sugar daddy van 30 jaar ouder in zijn strandvilla aan de westkust van Amerika. Terwijl je het boek leest, kom je langzaam achter dat ze een beetje met list en bedrog eigenlijk zijn leven is binnengedrongen. Okay. De Gast, ja, dus absoluut een tip om deze zomer te lezen. En wat leest de Havermelk Elite aan boeken? Het zijn boeken die heel erg gaan over die gekte van het stadsleven. Ja, dus bijvoorbeeld één boek dat hier heel erg over gaat is Veranderen Methode van Edouard Louis. Ik weet niet of je het kent. Ik ken het niet, nee. Het is een hele talentvolle, jonge Franse schrijver. En hij komt uit een boerendorpje van het platteland van Frankrijk. En hij heeft al op hele jonge leeftijd besloten van later als ik groot ben, ga ik deze omgeving achter me laten. En ik ga het maken in de grote stad. Ja. En hij beschrijft hoe hij op een date gaat met een hele rijke bankier. En daar ga ik een fragment van voorlezen. Oké, heerlijk. Hij zei, come with me on the sofa. Klopte op de bank om me duidelijk te maken dat ik dichterbij moest komen. En ik ging bij hem zitten. Op het moment dat ik wilde gaan zitten op de witte bank, zei hij, be careful, don't pour wine on the sofa. It's polar bear. Zijn sofa was bekleed met ijsbeerbont. Ik kromp ineen, maar zei niets. Nee. Ik onderdrukte mijn walging en hief mijn wijnglas om met hem te proosten. Oh my god.
De decadentie, ik kan er niet aan. Oh my god. Een bank van ijsbeer rond. Oké. Te gek, wat een heerlijke tips. Ik ken ze alle drie nog niet, dus ik ga ze allemaal halen en lekker lezen. Wat staat er voor jou nog op stapel? Of hoe kan je al zeggen hoe je boek heet en wanneer het uit gaat komen? Nou, de werktitel van mijn boek is op dit moment Hoe de havermelkelite de stad kapot maakt. En dan hoop ik dat het... 2024 over ongeveer een jaar in de winkels ligt. Nou, te gek. Nou, Jonas, onwijs bedankt voor je tijd en voor je geweldige tips. Die ga ik zeker lezen. En we gaan je natuurlijk blijven volgen. En volgen wat de haver welke elite allemaal uitspookt. Dankjewel. Als je nog meer tips en inspiratie wil, kijk dan even op ns.nl/zomerlezen. Daar vind je de eerste hoofdstukken van 5 verschillende boeken. Die kan je downloaden en alvast lekker lezen, bijvoorbeeld in de trein.